Welkom. Bij mijn verhaal over sourcing strategieën in het algemeen en voor de cloud in het bijzonder. Het is iets waar ik al een tijd mee bezig ben. Mijn naam is Van Pot. Ik ben bij ABC Partners Principal Architect. Ik houd mij vaak bij mijn klanten bezig met het meer strategisch getinte automatiseringsvraagstukken, met ICT-vraagstukken. Dat betekent vaak dat ik met de senior management en directies bezig ben om na te denken van wat gaan wij in de komende 3, 4, 5 jaar doen met onze IT-omgeving. En soms is dat een desktop-omgeving, soms is dat gewoon een back-end-omgeving. Momenteel werk ik bij het Benelux Bureau voor het Intellectueel Eigendom, een bureau voor Enterprise Architect. Dat is iets heel anders, namelijk de vernieuwing van een complete applicatie-infrastructuur en daar gelieerd weer wel weer technologie-infrastructuur. Maar dat zijn al de dingen waar ik mij mee bezighoud. En deze sourcing-strategie die ik heb bedacht, of die aanpak, het model, dat is iets wat is ontstaan toen ik een jaar of 5 geleden bij de ANWB werd ingehuurd om na te denken of hen te helpen hun datacenter-strategie te ontwikkelen. Het is denk ik van wat eruit is gekomen, is lekker een Nederlands model. Het was gewoon nog heel erg geënt op, laten we zeggen, nu nog klassieke infrastructuur. Dus dingen die je zelf hebt en maar een deeltje uitbesteed. Cloud was nog in die tijd, ja, de woorden kenden we al wel, maar in 2010 deden we daar toch nog wel wat afhoudend over. Ondertussen is het natuurlijk niet meer weg te denken. Vandaag horen we allerlei dingen. Ook als ik gisteren of in het nieuws kijk, dan staan er eigenlijk allerlei berichten die op de een of andere manier wel aan cloud zijn georiënteerd of gelieerd. Dus er gebeurt van alles. Ook jullie hebben linksom of rechtsom te maken met cloud. Ofwel vanuit jullie privéomgeving, ofwel vanuit je werkomgeving. Ik bedoel, wie bij jullie gebruikt op het werk niet iets als Dropbox of OneDrive? Wie doet dat niet? Op het werk? Nou, dan toch nog. Op het werk? Nee. Op het werk, hè? Voor het werk. Nee, dat mag niet. Ja, het mag niet, maar gebeurt het dan ook niet? Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. Nee. Dus jullie hebben de Dropbox webclient helemaal echt gewoon dichtgehangen. Dan ben je ver gegaan. Nou, als je ziet dat je doet, dan sta je binnen 5 minuten op straat. Dus dan heb je dus een duidelijk geïmplementeerde policy erover. Bij veel andere bedrijven gaat dat natuurlijk wel heel anders. Hè? Dan zoeken medewerkers een weg om zo'n applicatie te gaan gebruiken. Ook vandaag, we horen allerlei kreten langskomen en al die leveranciers en oplossers van Vendoro van cloud oplossingen die storten nogal wat aan terminologie over ons uit. Ook vandaag constateer ik toch wel weer dat er de nodige begripsverwarring dreigt over termen als private clouds en public clouds en hybrid clouds. En ik kijk daar iets anders tegenaan, laat ik het maar zo zeggen. Ik neem jullie daarin mee. En de gedachte is dan, als u straks voor uw eigen sourcing strategie staat en ook iets met cloud moet gaan doen, neem dan mijn gedachtegoed mee daarheen. Je kunt natuurlijk ook een boekje lezen, maar dat is ook niet helemaal de juiste waarheid. Wat is cloud? Want het is een term die natuurlijk zomaar langskomt. Het NIST heeft daar een aardige definitie voor gegeven. Daar zijn die Amerikanen altijd wel goed in om een definitie te verzinnen. Maar wat ik eruit haal, het is gemakkelijk, het is on-demand, hè? Het gaat via een netwerk, het gaat over een share pool van resources, whatever dat resources dan is, en het moet vooral snel en het moet met weinig management en met weinig interactie met je service provider zijn, hè? Dus heel veel self-service portals en dat soort dingen. Nou, ik denk dat dat een hele aardige samenvatting is van wat we vandaag de dag een beetje onder cloud denken of verstaan. Wat we daar dan ook vaak bij denken is van, en dat nemen we dan commercieel af. Maar dat hoeft helemaal niet natuurlijk. Inzet van een clouddienst, linksom of rechtsom?
Dat is een sourcingsbesluit. Ja. Dus of je nou, hier wordt gezegd van Dropbox dat mag niet, dus dat is gewoon echt dichtgezet. Ja, maar als je zegt van, ja, Dropbox dat wordt ogenblikkelijk toegestaan, of voor het uitwisselen van bestanden gaan we opeens Google Drive en dat soort dingen doen. Dit besluiten of toestaan, dat is een impliciet sourcingsbesluit. En dat kan dus over, misschien is het een klein onderdeel, misschien is het een wat groter onderdeel, zo'n file share, zeg maar, via het internet. Maar je moet er altijd weer over nadenken van, en wat vinden wij daar nou van? En sourcingsbesluiten, dat is uiteindelijk iets waarvan ik vind dat je dat wel overwogen moet nemen. Want ga naar de cloud, dat is heel laagdrempelig, dat wordt heel laagdrempelig gemaakt. Steeds laagdrempeliger gemaakt ook, dat hebben we van vendoren gehoord, van hoe makkelijk het allemaal wel niet belooft te zijn. Dus ik zeg altijd maar van hoe je eraan komt, dat is heel duidelijk. Maar hoe je er vanaf zou willen komen, dat is de vraag. En het kiezen voor clouddiensten in zijn geheel, dat wordt misschien nog eerder geleid door de vraag van als je zou willen vertrekken bij jouw cloud provider, hoe je dat dan zou gaan doen. En dat vertrekken, dat heeft vaak namelijk met keuzes, zeg maar, die je impliciet gemaakt hebt, maar niet helemaal blijken te passen bij het type bedrijf of de aard van de dienstverlening. Dat is vaak de aanleiding om te zeggen van, nou, misschien moet ik dat wel wat anders doen. Kortom, als je met cloud aan de gang gaat, denk eerst na, ga dan acteren. Dus, wat is dan die sourcingstrategie voor uw cloud toepassing? Nou, als ik dan even snel de agenda doorloop, ik ga het eerst even hebben over uitdagingen waar we zo anoniem mee te maken hebben. Meer iets in het algemeen. Dan ga ik in vogelvlucht door het sourcingstrategie-model. Wil ik hier veel meer details over hebben. Ik heb daar een whitepaper over, die is te downloaden. Er is een webinar in februari geweest, die is ook beschikbaar op ons YouTube-kanaal. Dan ga ik echt diep erop in. Ik ga dat hier ietsje globaler doen. En dan ga ik het toepassen op de cloud. En dan komen er wat andere begrippen bij. ICT-uitdaging, anno vandaag. Of anno eigenlijk al een aantal jaar. Als je met CEO's praat, dus Chief Information Officers, die denken eigenlijk alleen maar aan één ding. Van hoe ga ik mijn continuity regelen? Business continuity. Daar denken ze over na. En afgeleid daarvan, want vandaag de dag, welk bedrijf is nog niet helemaal afhankelijk van IT? Ja, dat is mijn mevrouw die het huis schoonmaakt, of de vakman, maar elk zichzelf zo wat groter wordend bedrijf, die kent vaak vandaag de dag een bijna 100% afhankelijkheid van IT. Dus IT-continuïteit staat hoog op de agenda. Dus degene die zeggen van ik moet toch wat meer weten over IT-continuïteit, hoe ze dat bij Nutanix, dan kunt u nou niet naast gaan, want dan gaan ze wat vertellen over die continuïteit en het wel gaat over. En het is ook geen. En het gebeurt ook. Het is weer gisteren weer gebeurd met dat Belgische luchtverkeersleiding. Dat stroomt door het computersysteem plat, grote chaos. Dus daar gaat nog heus wel een keer even gesproken worden op allerlei niveaus. Tweede is zijn euro's. Eigenlijk vanaf 2008, waarschijnlijk jullie ook allemaal ervaren, te maken gehad met krimpende budgetten. Afnemende budgetten, die meer met minder doen. Weinig ruimte voor investeringen, dus vaak dus ook met achterblijvende investeringen te maken. En we zitten nu dan weer in een upswing. En dan krijg je het volgende, van er komt weer ruimte voor investeringen, maar dan tegelijkertijd staan aan de poort dus al die nieuwe technologiemogelijkheden, hard te bonzen van neem mij, ga er meer aan de gang. Maar hoe ga je dat dan in elkaar steken, want uiteindelijk is het een puzzel die je moet gaan leggen. En die puzzel van nieuwe diensten, nieuwe technologieën, maar ook je huidige omgevingen, dat moet je in elkaar steken. En één ding is zeker, van deze puzzel, daar staan 4 poppetjes bij, die oplossingen die steken zich niet zichzelf in elkaar. Wat de wereld ook beweert, het zijn altijd mensen die uiteindelijk verschillende soorten oplossingen, oud en nieuw, in elkaar moeten steken. En dat levert dus complexiteit op, want huidige omgevingen zijn vaak complex. Nieuwe oplossingen zijn complex om te implementeren. Vergis je daar niet in, als ze eenmaal draaien is hartstikke mooi. Maar ze zijn complex om te implementeren. En dat is mensenwerk. Dus dat is wel iets wat je in de gaten moet houden. Want u, als u IT-eindgebruiker bent, en ik ga daar even van uit,
Heeft u de mensen in huis om even een VMware NSX, zo'n netwerk virtualisatie omgeving te implementeren? Ik betwijfel het. Dat zijn complexe projecten om te doen. Dus ja, de vraag is van in deze hele melee van uitdagingen, hoe kom je dan tot een SARS-strategie? Als gezegd, dit model heb ik ontwikkeld bij ADB en het heeft een hoge mate van boeren verstand, zeg ik dan maar. En de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel van, u wilt iets met sourcing, het zijn outsourcing misschien ook wel weer insourcing of resourcing. Mijn eerste vraag is, bent u überhaupt klaar voor om zo'n sourcingsactiviteit te gaan outsourcen? Heeft u zicht op wat u zelf doet en hoe u het doet? Heeft u zicht op wat u wilt? Als u iets gaat outsourcen, heeft u dan de mensen en middelen in huis om een partij te regisseren? Ja, want de regiefunctie, als u iets outsourcet, die blijft bij u liggen. Er zijn een aantal elementen waar je altijd voor moet zorgen om er klaar voor te zijn. Ja, dus het gaat dan over kunnen. En het gaat op een gegeven moment ook over willen. Want je kunt op een gegeven moment wel zeggen van misschien wel leuk om te doen, maar in die end als dan een boardniveau zegt en er gaat iemand dwars liggen zeggen van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar ik ga dit gewoon niet doen, want ... Ja, dan gaat het dus ook niet gebeuren. En het derde is bij het klaar zijn voor een outsourcingsoperatie. Iemand dan met de juiste verwachtingen beginnen. Dus houd er rekening mee, als je gaat outsourcen, dan gaat de kwaliteit altijd eerst omlaag. Als daarna gaat hij omhoog. Dat is een fact of life. Je kan het niet mooier maken dan het is. Tweede is, en dan ga ik naar de kern van het model met de volgende twee vragen. Eén is, hoe belangrijk is de service? En dat meet ik eigenlijk altijd af aan een simpel kwadrantje. Enerzijds de omvang van de schade en anderzijds de bedreiging voor de continuïteit van de bedrijf. En als er dus een incident is wat een bedreiging oplevert voor de continuïteit, dan noem ik dat missiekritisch. Dus dat is mijn definitie. De geldelijke schade zou misschien heel laag kunnen zijn, maar de uiteindelijke schade zou wel eens voor jouw bedrijf heel groot kunnen zijn. En het zou zelfs wel eens kunnen betekenen dat jij als bedrijf ophoudt te bestaan. DigiNotar, de overheidscertificaat, is daar een mooi voorbeeld van. Speelde een aantal jaren geleden, speelt nu nog steeds in de juridische afwikkeling. Voor de continuïteit geldt, als jouw bedrijfsschade klein is, de bedrijf voor de continuïteit ook laag is, dan zeg ik van, dat zijn niet kritische dingen. Daar kun je ook allerlei voorbeelden bij bedenken. Je zou bijvoorbeeld ook argeloos kunnen stellen dat als een ATM, dus zo'n pinautomaat het een keer niet doet, dan is dat niet zo erg. Nou, dan zeg ik, dat is niet kritisch, je gaat gewoon naar een andere pinautomaat, maar als het heel vaak gebeurt, dan zou dat wel eens heel erg bedrijfskritisch kunnen worden. En dan zou dus veel schades best wel eens kunnen optellen tot iets wat miskritisch is. Nou is het heus niet zo dat bij de Rabobank en ING dat de ATM's als niet kritisch worden beschouwd, want die worden wel degelijk hartstikke zwaar gemonitord. Maar het gaat er ook even om van, je kunt denken in een enkel incident of in een groot aantal incidenten bij elkaar geteld. En wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? Neem dat mee. Nou, in het kwadrantje bedrijfsschade zou groot kunnen zijn, vooral financieel. Maar het bedrijf vindt de continuïteit laag. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een winkel waar een keer het kassasysteem niet doet. Ja, de klanten gaan weg, vervelend. Ze komen later misschien hopelijk wel weer terug. Ook hiervoor geldt. Moet niet te vaak gebeuren, want anders schuift het uit voor je markt. Heel vaak kijken we ook bij zo'n ANWB-omgeving naar een K-omgeving, dus de kantoorautomatisering, dus de desktops en de laptops en zo, als zijn niet kritisch. Wegenwacht is natuurlijk een mooi voorbeeld bij de ANWB. Absoluut niet bedrijfskritisch, want dat is de attractor waarom we lid zijn van de ANWB. De derde vraag met sourcing gaat over, kan een andere beter? En wat beter is, dat is natuurlijk 1, prijs, maar 2, en dat is misschien nog wel belangrijker, kwaliteit. Dus je moet een kwaliteitsdefinitie maken van wat voor jou beter is. Dus als het gaat over een CRM-systeem, of een workflow-pakket, of om een IaaS-oplossing. Waar draait het voor jou om
om te bepalen of iets beter is. Dus niet alleen in termen van prijs en kwaliteit. Dit is een van de redenen waarom sourcingsoperaties of outsourcingsoperaties in het voorbije decennium vaak een deceptie opleverden. Want er werd uitsluitend alleen gevochten of gekeken naar prijs, ja wel in naam van kwaliteit. Maar dat dolft toch altijd het onderspit in de tenders en de oorlogen van de tender. Er werd te veel gekeken naar prijs, maar dan kwam op de koffie met de kwaliteit. Dit dreigt dus hetzelfde omgeving als u naar de cloud gaat. Want u kunt kijken naar, oh, dit kost €4 per leerling per jaar. Dat klinkt dus als een hele goede propositie. Maar als dus de kwaliteit van de dienst heel laag is, nou, dan ga je uiteindelijk toch ontevreden worden. Nou, dan het sourcing-strategie-model is dat wat mij betreft waanzinnig simpel. Want je zet die beide vragen op deze vlakjes uit. En dan ga je dus zeggen van, nou ja, alles wat niet kritisch is, dat gaan we uitbesteden. Ja, er zit nog wel even een voorbeeld als catering, schoonmaak, bewaking, drukkerij, vervoer, dat soort dingen. Zijn vaak eerst het target voor uitbesteden. Dus een niet IT-gedreven dienst. Er is iets heel grappigs aan de hand met dit kwadraantje voor zelfstandigen. Want hier doe je het dus kennelijk beter dan de markt. Dus je kunt dan natuurlijk als bedrijf de kind met de badwater weggooien. Maar je kunt het ook zeggen van, hé, dan gaan we dan management buy-out doen of voor zelfstandigen. Zet u daar een directie op. En nou, laat hij maar lekker als een profitcentrum gaan werken. Albron, ooit voorgekomen uit de catering, interne catering van NS. Nou, bedrijfskritische, of eigenlijk is het een stelling van als een andere dus nooit beter kan dan jij, dan zeg ik van, blijf het altijd zo. Of het dan missiekritisch of bedrijfskritisch. En deze kolom, dit is eigenlijk een principe waarbij je zegt van als bedrijf, als iets heel erg missiekritisch is voor mij, ben ik dan bereid om die onderliggende dienst of die dienst, de onderliggende IT uit te besteden, ja of nee. Mijn stellingname is dat je dat in principe, maar ik ga dat straks amenderen als ik de cloud erop ga toepassen, dat je dat eigenlijk altijd zelf blijft doen. Want je wil niet zo gauw over die dingen die jouw bestaansrecht zijn, zomaar uitbesteden. Denk aan dit soort systemen. Of, en dat is ook weer grappiger natuurlijk, in dit kwadrantje is het missiekritisch voor jou, maar er is dus iemand anders die het beter doet dan jij. Wat ga je dan doen? Je gaat het dus niet uitbesteden, in mijn beleving, maar je gaat leren van die andere partijen. Een standaard voorbeeldje erbij is van, stel je voor dat de wegenwacht wordt uitbesteed aan Roodmobiel. Ja, dat is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. Want in dit fotootje wordt Roodmobiel geholpen door de wegenwacht. Dus voorlopig gaat het nog goed. Nou, bedrijfskritische diensten, dat is ook altijd een interessante discussie. En daar wordt vaak ook van gezegd van, die moeten we intern houden. Maar ik betwist dat. Ik bedoel, een telefoniedienst, een WAN-dienst voor heel veel bedrijven met meerdere kantoren, met veel klantcontacten, al dat soort dingen. Daar is een telefoniedienst of een wide area netwerkdienst beslist bedrijfskritisch. Maar wie van u heeft nu nog zijn eigen telefoniedienst? En dan moet u geen KPN zijn. Of een WAN-dienst. Ja? Wat voor bedrijf? Ziekenhuis. Dat is dan interne telefonie. Maar we doen het ook voor externe klanten. Oké, okay. Nou, ik ben wel benieuwd naar. We laten we eens even over horen. Wat daar dan de overwegingen achter zijn. Middenvlakje is altijd zo'n crossover vlakje. En de gedachte bij dat crossover vlakje is van ja, waar. Dat is de continue evaluatie van waar het heen gaat met een dienst. Denk even terug aan internet. Internet was ooit een soort van informatiedienst en dat is steeds verder en dat zag je van nou dan is het niet kritisch, maar internet en cloud in het bijzonder dat is natuurlijk steeds verder deze kant op gegaan. Dat is ook de boodschap achter dit model. Evalueer regelmatig hoe jouw services zouden geplot op dit model. Toen was daar de cloud met al die hype woorden en hoe moet je hier nou mee omgaan?
Om dit te ontrafelen, kijk ik naar een ketenmodel. En ik heb het maar eenvoudig gehouden, want je kunt natuurlijk heel ingewikkelde keten steken. Ik zeg maar, nou, we hebben een front-end, back-end en een datacenter. En met een device, desktop, applicaties, et cetera, et cetera. En ja, daar ga ik nu eens even vrolijk die hypewords op. Ooit is het begonnen met SaaS. Hè. Salesforce is dat dan. Is eigenlijk een van de aanjagers van dat denken over SaaS geweest. Ja, hartstikke mooi, pay-per-use, pay-per-user. Dus dat was een hele mooie zeg maar aanjager van dat SP-service denken. Maar dat had tot gevolg dat zeg maar de platformleveranciers zagen van hé, de markt die als dit deze kant opgaat, dan lijkt de markt gedicteerd te worden door de SaaS-leveranciers. Willen wij dit wel? En hey, kennelijk is er dus nu in IT-land iets aan het verschuiven, waardoor er interesse in staat, ontstaat voor een pay-per-use, hè, oftewel een operational expenditures model. OPEX in plaats van CAPEX. Hè. Maandkosten in plaats van investeren. Dus de hardware jongens en dan de partners daarvan kwamen met het IaaS-model op de proppen. Of eventueel een PaaS-model, platform as a service, en dan is het eigenlijk dit plus een server inrichting en dus een server OS en middleware platform, zoals SQL Server, Oracle, etc. Nou, en om het dan nog compleet te maken, vandaag de dag zijn we ook nog eens een keer DAS-leverancier, desktop as a service, hè, een Chrome OS, hè, een Chrome desktop out of the cloud, hartstikke mooi. Verder heb je een keuze. Van waar ga ik nou dit spul hebben staan? Ga ik dat on- of off-premise hebben staan? Bij mezelf of elders? En hoe ga ik draaien? Want die keuze wordt ook geboden vaak. Ga ik met shared of met exclusive resources draaien? Shared resources, hartstikke goed. Al die cloud leveranciers die drijven op dat feit, hè, op virtualisatie, op het maximaal uitpersen en uitnutten van de capaciteit van servers, van storage, van het netwerk. Pas als het net even iets meer nodig is, dan wordt er weer even de node bijgeplaatst of bijgeschakeld. Maar het betekent dus ook dat als u een applicatie ertussen heeft zitten die, nou ja, begint op te souperen, dan kan dat wat gaan betekenen voor de rest van de gebruikers van dat platform. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor een PaaS-omgeving. Dus ook hier ligt een afweging elke keer van ben ik er tevreden mee om met shared resources of met exclusive resources te gaan werken. Zullen we dan even heel snel kijken naar de verschillende cloudvormen. Dan hebben we dus een public cloud, community clouds, die draaien de facto, hè, wat mij betreft, altijd op off-premise, hè, dus ergens in een commercieel datacenter en met shared resources. Terwijl een private cloud, en dit is even iets dat moet u echt even meenemen, dat kan on-premise zijn, dus bij u in uw eigen datacenter, maar ook best off-premise, dus bij een commercieel datacenter. Het kan met shared resources zijn, maar het kan ook met exclusive resources zijn. Want daar zijn keuzevrijheden in. Dus als ik nou naar dit model kijk, en ik zeg van, hey, als ik dus iets wil gaan doen, daar staat SaaS, IaaS, waar appelleert dat dan aan? Aan welke vraag uit mijn sourcing model? Ik ga het je makkelijk maken. Dus ik kan een andere beter. He, want kennelijk heb ik dus ergens een dienst waarvan ik vind, ik ga onderzoeken of ik dat in de markt ga weghalen. Maar dan moet ik dus kijken naar die kwaliteitscriteria en zeggen van, oh, als ik dus die ene SaaS-applicatie wil hebben, kan een ander dat dan beter leveren dan ikzelf. En dat betekent dus ook eigenlijk automatisch dat de keuze voor on- en off-premise of voor shared of resources, shared of exclusive resources, gedicteerd wordt door de vraagstelling van hoe belangrijk is de dienst nu voor mij. En als ik dit op het sourcingsmodel plot, dan betekent het dus dat er u rustig bedrijfskritische of missiekritische applicaties kan gaan bedienen vanuit een cloud, maar dat je waarschijnlijk wat meer naar exclusive resources gaat kijken. Waarschijnlijk iets meer naar on-premises. En het is geen enkel probleem om binnen die oplossing dan met commerciële IaaS of PaaS oplossingen te gaan werken. Dat hoef je niet per se zelf te doen.
Nou, en als het dus niet kritisch is, dan spreek ik voor zich. Dan is het in shared resources off-premise en maak gebruik van alle AAS-vormen bij elkaar. Dat betekent dus dat voor mij is de hybrid cloud niet zozeer een private cloud en een public cloud, maar voor mij is een hybrid cloud de mengvorm van het gebruiken van shared, exclusive, on- en off-premise, eigen platforms of andere platforms. Heel kort. Is de presentatie beschikbaar? Ja, okay. Volgens mij wel. Ja, en het whitepaper zit in jullie tasje. Dus denk daar even over na als je hier met cloud dienstverlening aan de gang gaat. En het aardige is, je kunt dan bijvoorbeeld diensten van cloudleveranciers gaan plotten. En of dit nou waar is of niet waar is. Maar je zou bijvoorbeeld tot de conclusie komen als je naar Windows Azure kijkt dat hij alleen shared en off-premises doet. En dat hij alleen maar een paar blokjes van dat IaaS-model of dan die AaaS-modellen invult. En als je naar een workspace kijkt, dat hij eigenlijk het volledige spectrum invult. Dat is aardig. Maar dat betekent ook dat er wat te kiezen valt. Dat betekent ook dat de leveranciers op elkaar gaan letten. Want je zag al in het verhaal van Microsoft hoorde ik al wat bewegingen waardoor hun portfolio volledig wordt. Ik wou net zeggen, je moet je slides even updaten, want Microsoft kan ook gewoon on-premise, hè? Ja, dat zeg ik. Dus, uiteindelijk draait het erom, als je het besluit wilt gaan nemen, kijk goed naar wat het is, kijk goed naar of het voor jou ook van belang is. Want het kan best dus zijn dat je zegt van, nou, shared is voor mij, ook voor mij niet, kritische service goed genoeg, dat zou maar zo kunnen. En dat betekent dat je misschien met een wat eenvoudiger cloud moet dan overweg kan. Kortom, ben je er klaar voor? Hoe belangrijk is de service? Ja? En kan een ander het beter? Dat zijn de drie kernvragen. En in het hybrid cloud model kun je dus eigenlijk alles met elkaar gaan mengen. Dat betekent dus dat er nogal wat te kiezen valt. Dus de wereld is er niet makkelijker op geworden. In dat verband, daar moet ik dus teleurstellen. Want uiteindelijk, als je een keuze maakt voor een sourcingspartij, en een cloud provider is in dat geval ook een sourcingspartij, dan moet je daar de juiste borging en dergelijke op hebben. Dank u wel.